Eigenlijk voor de nieuwe supporters van DVS33 moet je je even voorstellen. Want de oude supporters die kennen jou natuurlijk wel. Dat is goed, is wel ja. Nou, ik ben Lars, 27 jaar. Woonachtig in Ermelo. Samen met Leanne. Ik ben na 4,5 jaar ben ik weer terug bij DVS. 2 jaar bij Nunspeet geweest. 2 jaar bij Horst. En nu weer terug. Ja, en je hebt eigenlijk je hele jeugd bij DVS gevoetbald, hè? Ja, vanaf de... Moet ik even goed zeggen, vanaf de C1 tot aan het eerste. Jij bent een DVS'er. Maarten van Dijk kun je wel een DVS'er noemen. Erin Jafoes. Langzaam maar zeker gaat het weer de goede kant op. Ja, nou, dat is ook de bedoeling. Als je een goede jeugdopleiding hebt, moet op een gegeven moment de spelers ook weer omhoog komen natuurlijk. Dus, ja, ik heb toen min of meer afscheid van je genomen. We hebben toen ook opnames gemaakt van de tweede elftal. Toen werd je kampioen. En ik weet niet hoeveel doelpunten je dat seizoen wel niet maakte. Ergens in de 40 of 30? 34. 34 ja. Doelpunten, ja, dat is lekker, hè? Ja. En de een nog mooier dan de ander. Ja, maar ook wel een paar intikketjes, hoor. Dat is, ja, maar ook wel vrije trappen die niet te bescheiden, hè, Lars? Klopt. Hey, en vanaf dat moment tot nu ben je, denk ik, zo 6,7 kilo afgevallen. 11. 11? 11? En dat is te zien in het veld, ja. Lars? Ja, klopt. En daar voel je je lekker bij, of niet? Ja, op een gegeven moment... Ik denk dat het door corona kwam, maar toen is die knop bij mij omgegaan. En toen heb ik gezegd, als ik nog wat wil in het voetbal, dan moet ik nu gewoon fitter worden. En op een gegeven moment, als je hier speelt en je speelt weinig, je valt er een beetje buiten. Krijg je op een gegeven moment een vriendin, ga je wat meer uit eten. Nou, je kent het wel. En toen kwamen we met corona. Ik denk, ik wil fit blijven. En ik ben veel gaan hardlopen. Veel, sportschool kon toen niet, maar veel buiten geweest met sporten. En ja, sindsdien is die knop om en... Sindsdien voel ik me fitter dan ooit en gaat eigenlijk ook beter dan ooit. Dus dat is fijn. En want je gaat werkelijk ook achter elke diepe bal aan, hè? Ja, dat is denk ik ook mijn kracht. En ik denk dat dat de trainer daar ook veel aan heeft. Aan iemand die vol de duels ingaat en blijft gaan. Want op het moment dat je veel druk op de tegenstander zet, dan kunnen andere teamgenoten de bal veroveren. Of ikzelf, of op een later moment. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Het veld. En bij VVSB speelde een jongen ook van de derde klas. Blel heette die. Die schopte er aardig wat in voor VVSB. Dan heb ik nog een voorbeeld. Jurik Priem. Ook derde klas uiteindelijk. Ja. Hè? Zelfs vierde klas afgelopen seizoen. Ja. En dat soort jongens. Daar kun je natuurlijk ook een heel mooi voorbeeld aan nemen. Of niet? Ja, absoluut. Ik denk dat het... tegenwoordig niet heel veel uitmaakt in welke klas je speelt. Als je daar jouw doelpunten maakt, en zeker als spits zijnde, doelpunten zijn gewoon heel belangrijk. En als je, het maakt niet uit op welk niveau, al schop je op de derde of vierde klasse er 30 of 40 in, kijk maar naar Jorik Priem, dan staan er toch clubs voor je klaar, omdat ze denken, ja, wij hebben doelpunten nodig en hij kan dus blijkbaar doelpunten maken. En dan is het maar de vraag van, gaat dat ook op hoog niveau gebeuren? En ik denk dat ik dat ook kan. Dus, ja, wat dat betreft klink je heel zelfverzekerd. En denk ik ook dat langzaam maar zeker, en dat denk jij zelf ook, dat wil je gewoon, die basisplaats op een gegeven moment. Want we hebben wel een spits nodig, hè? Want heel zo nu en dan denk ik van, de effectiviteit ontbreekt een beetje. Ja, daar ben ik wel voor gekomen om in die basis te staan. Ja, dat is wel mijn ultieme doel. En dan is het wel belangrijk als je er eenmaal in komt om er te blijven staan. Maar wat je zegt... Ik denk dat er lang geen spits is geweest die er heel veel heeft gemaakt. Volgens mij was het Olivier Pilon voor het laatst, die er toen heel veel inschoot. Nou, ik denk dat dat wel weer tijd is. En ik denk als ik dat vertrouwen krijg en ik word bediend en ik toon zelf mijn werklust en ik laat anderen beter voetballen, ik denk dat dat goed moet komen. Top, Lars. Je komt lekker over, jongen. Dankjewel. Hartstikke goed. Ik wens jou persoonlijk een heel goed seizoen en DVS TV. En de supporters natuurlijk ook. Ja, en jullie ook een goed seizoen. Okay.